Een rijke oogst aan aardappels in de stadsmoestuin Doepark De Hagen. Wat gaat ermee gebeuren? Nou, daar hebben we een feestje voor bedacht. We noemden het aanvankelijk Piepenfestival. Maar de jongerenraad wil ook graag een feestje doen. En we gaan dat gezamenlijk doen. Dat feestje vindt plaats op zondag 6 oktober. En de jongerenraad van het Piepenfestival dacht dat er komen niet veel jonge mensen op af. Die wilden liever Oogstfestival. Nou, kortom, we hebben gisteren besloten dat wordt het Oogstfestival. Dat wordt op zondag 6 oktober tussen 1 en 4. En wat gaan we dan doen? We gaan daar alle lekkere dingen van maken, maar ook de bezoekers. En voor wie is het Oogstfestival bedoeld? Voor de vrijwilligers zelf hier natuurlijk in het park. Voor de vrijwilligers in het natuurhuis. Voor de buurt. Voor de jonge mensen van de jongerenraad. Zij maken er ook echt een festival van. Ze zorgen ook voor muziek. Er gaan akoestische optredens plaatsvinden. Er gaat leukigheid gebeuren. We willen graag nog met de molen in overleg om pannenkoekjes te bakken. Leuk voor de kindjes misschien ook. Er worden wat andere groenten gegrild. Courgettes, er komt een buitenkeuken. Er komen kraampjes. Er komt koffiethee. Er komt dranja. Nou, veel vrolijkheid en leukigheid op zondag 6 oktober tussen 1 en 4. Hoe leuk is dat?